Graças a Deus. Gott sei Dank. Que o Espírito Santo, de Heilige Geest, o Espírito do Deus Altíssimo, de Geest van de Almachtige God, venha abrir, komt o seu entendimento, om uw verstand te openen, para compreender, zodat u kunt begrijpen de zaken die diepgaand zijn van de Allerhoogste, zodat uw leven gegarandeerd zal worden, uw behoudenis, de behoudenis van uw ziel gegarandeerd zal worden. Wij zijn aan het praten over de 10 maagden. Kijk, Jezus is aan het praten toen hij sprak over de dwazen, deze maagden. Está se tratando na realidade. Wat is dat precies? U dient dat te weten. Ik wil dat u zich hier bewust van bent, zodat u actie zal ondernemen, zodat u niet dwaas zal zijn. Kijk goed. De dwaze maagden hadden hun lampen aangestoken, zoals de wijze maagden dat ook hadden. Beiden, toen zij de bruidegom zochten, namen zij hun lampen mee. Zowel de ene als de andere. Ze namen hun lampen mee die aangestoken waren. Maar de 5 wijzen, behalve lampen die ze hadden meegenomen, hadden ze ook een potje met olie met zich meegenomen. Dus ze namen niet alleen maar de lamp in één hand mee. Ze namen ook in de andere hand potjes mee met olie. Maar de andere dwaze maagden namen de lampen aangestoken mee, maar ze namen geen olie met zich mee. Wat houdt dit in? In praktische termen. En het is hierover waar we gaan nadenken. Wat betekent dat een persoon olie met zich meeneemt, samen met zijn lampen, en de andere persoon neemt geen olie met zich mee? Die andere maagden namen alleen maar de lampen met zich mee. De aangestoken lamp heeft te maken met het geloof. En wij hebben allemaal geloof. Zowel de dwazen als de wijzen hebben geloof. Het verschil zit in het feit dat mensen die dwaas zijn, geen olie hebben. Geen extra olie. Dat wil zeggen, zij dragen niet met zich mee de Heilige Geest. En daar zit het verschil. De mensen die dwaas zijn, geven hun leven aan Jezus. Ze komen naar de kerk en ze leiden hun leven zoals ze willen. Ze voeden zich met de liederen, de aanbieding. Ze voeden hun geloof, die heel fragiel, hun geloof dat heel fragiel is, met emoties die de religieuze sfeer brengt. Dat is de realiteit. Dus wat gebeurt dan? Waar zit de fout in dit geloof? De fout zit in dat deze mensen, die zo'n soort geloof dragen, laten we zeggen, een geloof dat niet bewust is, een geloof dat niet solide is of structuur heeft, een geloof dat sentimenteel is, gevoelig, wanneer de persoon zegt, ik voel dit, ik voel dat. Vandaag was de dienst goed. Vandaag was de dienst heel sterk, heel emotioneel. Soms verlaat de persoon de dienst. Weet je, vandaag heeft de dienst mij niet aangeraakt. De pastoor of de bisschop zei niet iets dat mij aanraakt. Ik voelde niets. De eerste keer dat ik hier kwam, huilde ik. Maar nu huil ik niet. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? In feite heeft deze persoon zijn geloof gebaseerd op zijn emoties. En dat is precies wat de duivel leuk vindt, waar hij het meeste van houdt. Hij houdt ervan om de gevoelens van het geloof te voeden. Zij dat door de liederen,
Zij dat door het woord, door de gebeden, door de sfeer, de religieuze sfeer. Dus de mensen bouwen op die sfeer. En omdat ze dit en dat voelen, dan reageren ze. Als ze niks voelen, dan raken ze in twijfel. Er klopt iets niet. En daarom zijn er mensen in de kerken, in de christelijke kerken, de meerderheid van de mensen, zijn zwak, gevoelig. In de kerk hebben ze een bepaalde reactie en buiten de kerk zijn ze weer anders. Dus het geloof is niet gefundeerd, gebouwd op het woord van Jezus. Het is gebouwd op de gevoelens die de persoon voelt. En dat is het probleem. Toen Jezus de maagden dwaas noemde, zij namen wel de lampen met zich mee, maar geen olie. Dan heeft Jezus het over de mensen die niet de gelegenheid hebben genomen om de olie te ontvangen. En dat is de Heilige Geest. Dat is de waarheid. Kijk, mijn vriend en vriendin, let op. De vergelijking, de gelijkenis van de maagden. Let op hetgeen wat Jezus zei, voordat hij naar de hemel opsteeg. Jezus beloofde om de Heilige Geest te sturen. En het was geen optie. Kijk, ik zal de Heilige Geest geven aan degene die het wil, aan degene die het dorst heeft. Nee, hij zei, kijk, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Maar voordat u kracht ontvangt, verlaat Jeruzalem niet. Hij zei, staat hier geschreven, Lucas 24, vers 49. Daarna kunt u de Bijbel lezen. Staat zo geschreven. En zie, ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Maar gij moet in de stad van Jeruzalem blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. En daarna in Handelingen, zegt hij. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Dus zie dat u de Heilige Geest ontvangen is niet een optie, het is een plicht, het is een noodzaak. Het maakt deel uit van uw behoudenis. Alleen de Heilige Geest zorgt voor ons geloof. Ik garandeer u dat. Ik zet mijn woord daarop. Ik garandeer het. Ik zou hier niet zijn als het niet vanwege de Heilige Geest was. Want door de moeilijke momenten waar ik doorheen ben gegaan, door de beproevingen van het geloof, waardoor ik ben gegaan, ik zou het niet aankunnen, op geen enkele wijze. Wie mij heeft ondersteund, wie mij ondersteunt, is de Geest van God. Dus, het was niet een woord van Jan, Kees, of van een liedje, of een bepaalde dienst die mij heeft ondersteund. Nee, het was God door middel van de Heilige Geest die mij heeft ondersteund. En dat is wat Hij met u moet doen, mijn vriend en vriendin. En daarom zei Jezus dat de persoon niet weg moet gaan uit de stad van Jeruzalem. Dat wil zeggen dat u niet weg moet gaan naar een andere plaats, naar uw huis. Dat u niet uit Jeruzalem zou gaan, betekent stop niet met het geloof dat u heeft. U dient naar voren te gaan. U dient te wachten om de Heilige Geest te ontvangen. U dient te wachten op de vervulling van de belofte van God. U dient te zoeken. U dient te drinken. U dient te handelen. Alles wat u doet. Alles wat u kunt. Alles dient u te doen om de Heilige Geest te ontvangen. Zo niet, dan is er geen garantie van uw behoudenis, mijn vriend en vriendin.
dan is er geen enkele garantie. Eu disse, ik zei. Eu tenho dito que ik heb gezegd. Ser salvo é fácil. Gered zijn is makkelijk. Jesus como Senhor, als u Jezus accepteert als Heer en Redder, oprecht. Você está salvo. Mas salvo gered. Agora, nesse momento. Maar u bent nu gered. Op dit moment dat u hem accepteert. Het probleem is dat u blijft doorleven. U gaat moeilijkheden meemaken. U zult door de woestijnen heen gaan. U zult beproefd worden in uw geloof. U zult beproefd worden in uw geloof. Met betrekking tot uw gevoelens. Met betrekking tot uw verloofde, uw verloofd. Uw huwelijk. Uw man, uw vrouw. Bijvoorbeeld, u bent iemand die goed is getrouwd. Uit het niets komt uw man naar u toe en zegt, ik wil niks met jou. Ik ga weg, omdat hij een andere vrouw heeft gevonden. En hij heeft u verruild voor een andere vrouw. Hoe zult u reageren? Als u een emotioneel geloof heeft, dan zult u geen weerstand kunnen bieden. U zult weggaan, u zult uit de boot gaan, u zult het geloof de rug toekeren, u zult God de rug toekeren, u zult alles de rug keren en u zult gaan. U zult niet kunnen weerstaan. Maar wanneer u de Heilige Geest heeft, dan is het een ander verhaal. Want de Geest van God zelf zal u de condities geven. Hij zal u een woord geven, één woord. In die momenten van leed, van kwelling, van moeilijkheden. Hij zal één woord geven. Dat u zal troosten, uw binnenste. Daarom wordt hij de vertrooster genoemd. Hij vertroost. En hij vertroost echt. Op een wijze dat u vertroost bent van boven. Niet van de mensen om u heen. De dwaze maagden namen lampen met zich mee. Maar ze namen niet de Heilige Geest met zich mee. Ze namen niet de Geest van God met zich mee. Apostel Paulus zegt daar in Romeinen 8:8. Wie de Geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Die behoort hem niet toe. Jezus waarschuwde zijn discipelen en zei: aguardai, aguardai. Blijf wachten tot de Geest van God over u komt. De belofte van mijn Vader, die Hij door middel van mij heeft gemaakt in Jeruzalem. Dus met andere woorden, u heeft geaccepteerd. U heeft u leven aan Hem overgegeven. Prachtig. Heel mooi. Maar is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Onmiddellijk dient u achteraan te rennen om de Heilige Geest te ontvangen. En niet tevreden zijn. U mag uw ziel geen vrede gunnen totdat u de Heilige Geest heeft ontvangen, totdat u gedoopt bent. Omdat de Heilige Geest degene is die uw overleving zal garanderen. Wij zijn de mensen aan het roepen om hun leven totaal over te geven, om zichzelf te onderzoeken en te beoordelen wat voor geloof zij hebben gehad. Want ik zal eerst even u zeggen, met alle eerlijkheid, ik zal heel dicht bij u komen. Ik zou graag in uw ogen willen kijken. Ik zou tegen u willen zeggen dat wanneer bisschop Domingos de speciale diensten houdt om ex-pastors, ex-helpers, ex-helpsters, ex-vrouwen van pastors weer te redden. Zelfs ex-bisschoppen. Wanneer hij deze reddingsdiensten houdt, daar in de andere staat in Brazilië, zelfs hier in de tempel van Salomo, dan is er geen plaats voor niemand. Zelfs de tempel van Salomo wordt helemaal vol. Letterlijk vol. Van mensen die voorheen pastors waren, bisschoppen, vrouw van pastors, vrouw van bisschoppen, die voorheen helpers, helpsters waren, die voorheen gebruikt werden door God. Maar in de momenten van de beproeving, de momenten van laten we het zien, de momenten dat ze echt beproefd werden, dat ze door de woestijnen heen gingen, gaven ze op. Waarom? Omdat zij niet gedoopt waren met de Heilige Geest. Ze zeiden dat ze gedoopt waren met de Heilige Geest. Zij bedrogen ons. Misschien waren ze zelf bedrogen door de geest van bedrog. Maar op de een of andere manier hebben ze geen weerstand kunnen bieden.
Omdat ze de heiligheid niet hadden. Dat is de waarheid. Ik wil dat u, die nu naar ons kijkt, u die naar deze dienst kijkt en deelneemt, de dwaze maagden, toen ze de olie wilden halen, kwam Jezus en zij bleven achter. De deur ging dicht. Terwijl de wijzen, zij vonden de bruidegom en zij gingen in het feest van hun Heer. Dus u die op dit moment nu wilt zoeken, maar u wilt echt zoeken, u wilt overgeven. U wilt niet alleen maar uw lichaam geven. Nee. U zult zich echt overgeven met lichaam, ziel en geest. U zult de Heer Jezus op de eerste plaats zetten in uw leven. Boven alles en iedereen. Boven alles. Boven uw vader, moeder, kind, dochter, man, vrouw. Boven uw verloofde, boven uw vriend. Boven wie en wat dan ook. Zelfs boven uw eigen leven. Boven wat u bent, wie u bent, wie u wilt zijn, wie u zult zijn. U zult hem boven alles plaatsen. En wanneer u dit doet, let op. Wanneer u dit doet, wanneer u alles op het altaar legt, dan zal alles van God over u komen. De pastor zal verder gaan nu met het gebed. U die hier bent en u wilt uw leven geven, alles voor alles, kom hier naar voren komen in de naam van de Heer Jezus. En dat de geest van de Almachtige Jezus openbaart aan ieder van ons. Dat God jullie zegen in de naam van de Heer Jezus.